Hey Boos, hoeveel mensen doen er al mee aan de boekenleesclub? Heb hem zelf ook gekocht. Nou, zullen we eens even kijken in mijn bol.com statistieken? Partnerprogramma, hier. Kijk, dat is mijn naam, Percy Tino, voor de maand juli. Hebben jullie 68 producten gekocht, artikelen, zie je dat? Via het linkje wat ik had geplaatst. Met een totale omzet van 1040 euro. En ik krijg daar 55 euro commissie over dit bedrag. En dat is leuk, want je kan ook zien dan wat mensen kopen. Hè? Moet je kijken. Gaan we even kijken wat jullie allemaal gekocht hebben op bol.com. Dit zijn de e-books. De e-books wat jullie gekocht hebben. Hier. Nou, het zijn er een aantal. En ShoeDog staat er ook bij, zie je. Maar je ziet ook heel veel andere boeken staan. Sterker nog, je ziet ook andere producten staan. Zoals hier heeft iemand een Samsung Galaxy Tab gekocht voor 180 euro. En daar krijg ik 5 euro commissie over. En hier, en die weet ik ook wie dat was, heeft iemand een accuboormachine gekocht van 26 euro. En ik krijg daar een commissie over. Dus als ik een gaatje nodig heb hier in mijn muur, weet je te vinden. Wat leuke is dat wanneer je mijn linkje gebruikt van mijn boekenclub, maar je koopt daarna iets heel anders bij bol.com, krijg ik alsnog commissie over het product wat je koopt. Dus stel, je klikt op ShoeDog en je koopt daar een iPhone, dan krijg ik een paar procent van de aankoop van jouw iPhone, zeg maar. Moet je even doen. Koop even lekker iPhone. Dus bol.com die beloont mij eigenlijk voor het feit dat ik een linkje van hun plaats en die aan jou voorschotel. En wat jij dan koopt, zeg maar, dat maakt voor bol.com niet heel erg uit. Maar ik krijg dan een kleine commissie erover. Vet, hè? Dat is toch win-win, want jij betaalt niet meer. Mooi, hè? Koop dan die iPhone. Dus mocht je wat willen kopen bij bol.com, ook al is dat helemaal niet dat ene boek, gebruik dan alsnog even mijn linkje. Staat altijd onder mijn video's in de description hier. En dan koop je hetgene wat je wil kopen. En dan krijg ik een klein percentage van jouw aanschaf. Zo kunnen we toch een beetje de boel draaiende houden hier. Hè? En kan ik weer crypto kopen. Hier zie je de papieren boek. Papieren boeken, zie je wat jullie allemaal aan papieren boeken kopen via mijn linkje. Maar hier zie je ook ShoeDog, zie je? Aardig wat mensen. En die gaan er maar even door, nog 2 pagina's zie je. En ik pak er allemaal een kleine commissie op van 0,5 euro. Yay! Volgende keer dus in de boekclub gaan we echt een heel duur boek lezen, jongen. Echt medische encyclopedieën gaan we lezen. Maar niet iedereen leest via bol.com. Hey, wacht even. Gaat-ie in de hoek? Thing that you have to look for. Sort of a Where's Waldo? Oh! 1, 2. Ah, jammer. Oké. Niet iedereen koopt via mijn linkje natuurlijk, want hier zie je iemand, Treesje, die heeft hem uitgelezen in 6 dagen tijd. Die heeft hem gelezen via de bibliotheek. En ik zie ook dat hier de volgende was ook iemand weer op Instagram, wie? Robin, die heeft hem ook net gekocht. Dus ik schat ongeveer, om de vraag te beantwoorden, hoeveel mensen doen er mee met de boekenclub? Ik schat, ruwe schatting, tussen de 80 en 100 mensen lezen momenteel het boek ShoeDog. Ik zit zelf al op, even kijken. Blijf raar, hè? Ik ben even mijn boek aan het opladen. Ja, Peus, dat is ook raar. Ja? Had je dan ooit gedacht dat je met je telefoon foto's zou maken? Of je telefoon zou gebruiken als zaklamp? Ik zit zelf op, oh ja, 83%. ShoeDog. Mensen, hartstikke bedankt dat jullie via mijn link het boek gekocht hebben. Maar ik vind het nog leuker dat mensen serieus meedoen. Ik vind het echt, het is echt een plezier te weten dat er zo'n groep mensen meedoen. Kijk, deze persoon die, nee, weet je niet. Deze persoon, daar weet ik van dat hij hiervoor nooit echt boeken las. Maar nu wel, ShoeDog, ben op de helft. Echt leuke autobiografie. Op de helft. Ik vind het echt gaaf. Dankjewel beste mensen dat jullie meedoen. Echt tof. En dan nu de video van vandaag. Deze video van vandaag zijn gewoon een aantal shots aan elkaar gelast. Waarbij ik wil je gewoon even wat dingen laten zien. Gewoon even lekker lachen. Maar op het einde van de video was ik op het strand met Iris. En dat was best wel een dingetje. Ga je zo zien. Maar we beginnen even met, ik ben Chinees aan het leren. De Chinese taal. Zodat ik met mijn familie in Taiwan kan praten. Maar het gaat nog niet helemaal de goede kant op, denk ik. Start de video. I can speak Chinese, hè? Yeah. 我会说一点点. Wow. 对不起. 对不起什么? 你看我的鸡鸡吗? 我为什么看你的鸡鸡? 我的鸡鸡, 好大. 恶心死了你. 恶心死了, 为什么? 恶心死了. 你恶心死了. 我看你的屁股. 恶心死了, 你快走. 对不起, 对不起. 你不要对不起. 你恶心死了, 我报警.
为什么你不看我的鸡鸡？因为你恶心死了。Do you think I can go to Asia now if I can speak in this way? Oh, yeah. I go to the gym directly. Okay, 好，谢谢。好，谢谢。再见。再见。快走。再见，戴森。再见。拜拜。再见。戴森。再见。你敢我的弟弟吗？我不要。好。Een tijdje geleden in de video heb je gezien dat wij in Taiwan waren om daar natuurlijk lekker op vakantie te zijn, maar ook om de papieren van Iris te regelen, zodat we in Nederland konden trouwen. Dat was heel geheisa, dat is gelukt en wij zijn dus vorige week zijn we naar het gemeentehuis geweest in Nederland, hier is de foto, en daar hebben we die papieren weer ingeleverd, zodat we dan het trouwproces in Nederland kunnen starten. Alleen nu hebben we één probleempje. Weet je, als je trouwt, ik als man, ik moet natuurlijk Iris de drempel overdragen. Alleen dat kan ik niet, ik ben niet sterk genoeg om een meisje te tillen. Dus we hebben een beetje een probleem. Maar na enige uren piekeren kwamen we tot de oplossing. Ik ga niet Iris dragen, Iris gaat gewoon mij dragen. You become, when we marry, yeah. You become my property. And I also become your property. No, we don't own each other. I own you. Don't fuck. Owe you. No, not owe. Owe. O-W-A. I owe you nothing. You owe me. What? My most pretty age. My most pretty times I devote to you. Are you a free spirit? Yes. Show me your free spirit dance. Tering. Pas je op. Straks flikker je naar beneden, ja. Eén. Twee. Drie. Ja? Ja. Da! God! Waar is die? Waar is die? Hey, hij staat! Hij! Nou. Ja. Hij ging wel omhoog, het doppie. Ik kreeg hier een pakketje binnen. En ik denk, wat is dit nou, hè? Ik dacht, een cassettebandje of zo, maar het is een leeg doosje van Maggie. Zie je dat? Hallo Percy. Hierbij jouw gelukspunt. Groetjes, Wim. Ik heb gewoon een bitcoin gekregen van mijn oom. Weet je nog uit de vorige video? Mijn oom was op een familiereunie. Zei hij tegen me, Percy, ik heb ook bitcoins. En hij trekte zijn portemonnee eruit en toen had hij dit gekocht op AliExpress. Ik heb er nu eentje gekregen. Lin! We just got a bitcoin. Check it out. Ah! Hey, oma Wim, even nog één dingetje. Dit is wel echt typisch Indo, hè? Om iets te versturen in een leeg doosje van Maggi of van ketchup of... Dankjewel, Wim, dankjewel. Een bitcointje, kijk eens. Dat is dan 10.000 euro. Komt u maar. Voor jou. Nee, I give you this one. Ja. Yeah. And you give me 10.000 euro. No, you know what? 5.000 is also okay. It's a scam. It's not a scam. Do I look like a scammer? I look very trustful, I think. Yeah. You look very trustworthy and humble. And cute. Yeah. And smart. And sincerely. And sincerely. So, give me your $5,000. No. Eaterlijk. No. Wim, het werkt niet. Hey, weet je nog, vorige week of twee weken geleden alweer, toen was het zo warm in Nederland en toen zijn we naar het strand gegaan, lekker naar buiten, zo naar het strandje, bop. Maar een aantal jaar geleden, als het zo warm was in Nederland, dan was ik meestal binnen. Hij zei, hey, ik ben super mager en ik vond het altijd heel vervelend dat mensen de hele tijd naar me keken. Ik schaamde me een beetje soort van mijn eigen lichaam of zo. Maar een aantal jaar geleden ben ik van die schaamte afgekomen en durf ik nu gewoon lekker als mooi weer is in mijn t-shirtje rond te lopen. Dat is echt super bevrijdend, jongen. Mocht je willen weten hoe me dat gelukt is, video hieronder. De titel daarvan is hoe buiten de boot vallen je leven kan redden. Alleen nu zit Iris mij te pesten. Zij zegt, wat is nu je volgende stap? Ga je in je houten spillenbeentjes?
In je korte broek rondlopen, is dat je volgende stap? Iris noemt mij trouwens Pinocchio, hè? Houten jongen, zegt ze dan. Omdat Pinocchio, die zei toch altijd, I want to be a real boy. En dat wil ik ook. Ik wil gewoon een normale jongen zijn. Ah, helaas. Maar nee, in mijn korte broek rondlopen, dat gaat hem niet worden. Want wat is dan de volgende stap? Naakt? Nee, ik vind het best zo in mijn t-shirtje. Dat is al een hele bevrijding. Ik heb meer vlees dan jou. Ja, nou, ik heb ook vlees. Dit is echt een rare video. Het feit dat ik deze video durf te maken, geeft aan dat er heel veel veranderd is de afgelopen tijd. Ik moet toch gewoon een beetje van huilen. Neem mij vasthouden. Ik wil naar huis. Ik wil plassen. Fuck! Echt? Ja. We drove an hour to get here. It's 1 hour to get back. You ready to go? Zo, dat was weer een dagje strand. Verkeerde.